radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Zanger van The Fortunate Sons klinkt heel raar. Je hebt vast ook een eigen naam. Toon. Toon? Ja, Toon. En Toon, ik zat eens even te googelen op Fortunate Sons en toen dacht ik, oh jeetje, ze komen uit Chicago, maar ook naar Engels ook. Maar jullie komen gelukkig gewoon hier vlakbij. Ja, wij komen niet uit Chicago. Nee. Dus wij zijn inderdaad ook een... In Amerika, ben, ja. Maar er zijn over de hele wereld wel meerdere mensen die zo heten. Ja. Is dat zo? Ja. En onderscheiden jullie ook van elkaar of doen jullie ook nog allemaal hetzelfde? Ja, de meeste deden ook gewoon credits. Ja, dat wij ook doen. Er is één band dat ik weet in Ierland heet, de Fortunate Sons, die speelt gewoon Ierse volksmuziek. Maar die in Amerika heb je dus en sowieso in Australië in, wat ik weet. En ja, in een aantal landen meer. Ja, dat zijn allemaal. Precies, ja. En jullie komen uit Twente? Ja, ik kom uit Twente en andere jongens, eentje komt uit Schijndel in Brabant en de andere woont in Nijmegen. En hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, de drummer die komt van oorsprong uit Almelo, dus die ken ik van vroeger uit al. En daar speel ik al bijna 20 jaar mee. En de bassist, inmiddels al 10 of 11 jaar. Ja, gewoon uit het wereldje, zeg maar. Via. En hoe lang al als Fortunate Sons? Nou, 10 jaar denk ik. Zoiets, ja. En allemaal gefascineerd door die muziek van Glenn Spielberg. Ja, nou, het is eigenlijk begonnen, maar we speelden daarvoor eerder altijd gewoon over andere muziek. Mm. Wel veel in de 70s en ook wel die blues en zo. Ja, de sound ligt, ons bandgeluid zit heel erg in die hoek in de 70s, eind 60s, 70s. En, ja, Creedence ligt ons wel. Goed, we deden al een paar liedjes van Creedence en ja, toen werd een keer geopperd van daar kunnen we wel meer mee doen. En zo is het eigenlijk gekomen. En dat is jullie bevallen, want dat doe je dus al 10 jaar. Ja, het gaat hartstikke goed en verveelt ook geen moment hoor. Dus gewoon, en muziek is hartstikke fijn om te spelen. En, ja, het zijn gewoon nummers die in de tand destijds natuurlijk ruimschoots gestaan. Dus ja, dat is, en mensen vinden het allemaal leuk, het is heel herkenbaar. Het is muzikaal ook interessant om te spelen. En waar zit het nu dat in, dat dat nooit verveelt? Nou, ik denk dat het gewoon de kracht van de nummers is of zo. Het zijn gewoon heel ijzersterke nummers met een komende staart, een goede refrein en een mooie gitaar heeft erin altijd. Het is gewoon, ja, dat klopt aan alle kanten. Jouw favoriete nummer? Ja, dat wordt wel vaker gevraagd, maar ja, dat vind ik moeilijk. Er zijn een paar, meestal ben ik geneigd om te zeggen, Born on the Bayou vind ik echt heel gaaf. Omdat het een soort van heel zware, ja, dreigende drive of zo in zit. Maar ja, Lowdive vind ik ook te gek en dat is een meer, ja, country-achtig nummer. Het ligt vaak een beetje aan de stemming waar je in bent of zo, denk ik. Ja. Misschien dat ik morgen wat anders zeg. Als je vanavond optreedt, hoe houden jullie het spannend voor jezelf? Ja, er is denk ik een beetje interactie met het publiek wat heel belangrijk is. Heel veel dingen zijn natuurlijk wel hetzelfde. Er wordt wel een beetje geïmproviseerd links en rechts. Maar ja, over 80% is het toch, ja, wat het is. Volgorde van nummers? Ja, soms. Dat ligt er een beetje aan. Van de ene keer moet je 1,5 uur spelen, de andere keer 1 uur. En dan volg je daar een klein beetje mee. Maar de interactie met het publiek is denk ik... het grootste factor daarin, dat je ziet dat ze het leuk vinden en dat je een soort van wisselwerking krijgt, ja, waardoor het geheel gewoon naar grotere hoogte wordt gestuurd. Ja. We gaan zo eens even naar jullie luisteren. Hoeveel over tijd hebben jullie vandaag? 1,5 uur. 1,5 uur. Ja. Ja, dat is mooi, ja. Maar je hebt binnenkort hier in de buurt nog meer tijd, want jullie komen ook nog in de meente, zag ik. Waar komen we? In de meente, dat weet je zelf nog niet, want je kijkt natuurlijk op je agenda. In je agenda moet ik vanavond naartoe, ja. Maar in februari sta je hier vlak in de buurt. Ja, daar ben ik dus bang voor dat wij dat niet zijn. Nee, dat toch. Jawel toch. Ja, die Amerikanen die komen in Nederland spelen. Wat? Ja, dus ik denk dat die dat zijn. Och jee. Ja. Ga ik daar niet heen, maar dan moet ik ook nog een deel. Ja, dat is ik. Ja, nee, op zich. Nee, maar ja, wij vinden dat wel jammer, maar daar kun je niks aan doen natuurlijk. Maar, nee. Ja, wie had het ooit gedacht? Ja, dat ook. Ik zou het nog eens even opzoeken of het inderdaad zo is. Ja. Nou, we doen het vanavond volop met jullie. Ja, zeker. En wij hebben wat muziek voor jullie opgezocht. Good Golly Miss Molly. En dat zijn jullie zeker wel. Oké dan. Dankjewel. Succes vanavond. Proost. Dankjewel. Proost.